De heer Snijder. Ik zou dat graag willen bespreken. Want weliswaar is het zo dat de curator de boeken nu sluit, omdat alle crediteuren betaald kunnen worden. Maar het feit dat een organisatie die zoveel subsidie heeft ontvangen van de gemeente zichzelf voor zichzelf faillissement aanvraagt en vervolgens dan ook de laatste jaarrekening helemaal niet inzichtelijk is, dat levert toch heel veel vragen op. Want wat mij betreft en wat mijn fractie betreft is het laatste woord hier nog niet over gezegd. Want zoals ik al zei, ik vind het buitengewoon eigenaardig dat een organisatie die miljoenen subsidies ontvangt van de gemeente en dat vervolgens weer doorsluist naar zichzelf failliet verklaart. Daarmee ook de laatste jaarrekening helemaal niet meer inzichtelijk is voor ons. En dat we dan zouden concluderen dat daarmee de kous af is. Ik zou ervoor pleiten om daar een onderzoek naar te houden, wat daar dan precies gebeurd is. Ja, voorzitter. Normaliter is het zo dat een stichting waar de subsidie ophoudt of de bijdrage van de gemeente ophoudt of in het algemene zin de inkomsten ophouden, dat die zichzelf liquideert. Dat is een normale gang van zaken. Omdat er nu een rechtszaak liep, kon die liquidatie niet plaatsvinden en is het faillissement eigenlijk alleen maar ingeroepen om de rechtszaak te beëindigen die de liquidatie verhinderde. Want u spreekt over liquidatie, maar wat ik begrijp is hier is gewoon sprake geweest van een faillissement waar een curator aan te pas is gekomen. U kunt toch nauwelijks beweren dat dat gebruikelijk is, nee, maar dat is bij de gemeente Rotterdam? Het enige waar het over gaat is dat die rechtszaak die was aangespannen, die verhinderde dat de crediteuren betaald konden worden. Die zijn nu wel betaald omdat die rechtszaak is beëindigd en die beëindiging van die rechtszaak was daarvoor was het faillissement noodzakelijk. Die liquidatie was onmogelijk omdat er een rechtszaak liep. Die rechtszaak kon alleen maar beëindigd worden door het faillissement. De crediteuren die zijn allemaal betaald. Dus er is geen geld weg of iets dergelijks. De heer Verbrugge suggereert nu dat op het moment dat de crediteuren worden betaald, dat dat voor hem ook aanleiding is om te veronderstellen dat er dus geen geld weg is. Dat is wel erg kort door de bocht. Het enige wat ik kan vaststellen en wat de curator heeft vastgesteld is dat de crediteuren zijn betaald. Dat is het. Naar de redenen, oorzaken van het faillissement heeft de curator ook verder geen uitspraak gedaan. Is ook de taak niet van de curator. Daar hebben wij vragen over. Ook over de jaarrekening, zoals GroenLinks ook aangeeft. Dus wat mij betreft alle reden om te agenderen. Ik wil in de breedste zin des woords inzicht in wat daar nu precies heeft geleid tot het faillissement. Wat nou uiteindelijk de financiële afwikkeling is geweest. Of ook inzage kunnen krijgen in de jaarrekening. En ook, nogmaals, daarom is het ook de breedste zin des woords, ook lessons learned en wat je dus in het vervolg maar beter niet meer kan doen.